Goedemiddag. Na het verlengde weekend staan aan het klein kasteeltje in Brussel enkele honderden mensen om zich aan te melden als asielzoeker. De Gentse feesten zitten erop. Vanochtend zijn de laatste feestvierders letterlijk van straat geveegd. En op het WK Atletiek hebben de Belgian Tornadoes brons gehaald op de 4x400 meter bij de mannen. Welkom aan het klein kasteeltje in Brussel. Stonden vanmorgen zo'n 300 asielzoekers aan te schuiven om een opvangplaats te krijgen. Door het verlengde weekend was de opvangdienst 4 dagen gesloten en dus was de wachtrij nog langer. Uiteindelijk mocht ook meer dan de helft niet binnen en kreeg ook geen afspraak. Al dagenlang wachten sommige mensen hier op straat om opgevangen te worden. I'm 5 days here. 5 days? Yes. And did you get the chance to go inside? To go into the asyl? No. Because tell me for Monday. I sleep in the street. And we came in here. Here is no place for dream, for sleeping, and also no hospital. No nothing for eating. Vanmorgen mochten de mensen na dagen weer binnen. Wie asiel aanvraagt, moet eigenlijk meteen opvang krijgen. Maar daar slaagt ons land al lange tijd niet in. Deze piek zat er aan te komen, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. We hebben al een noodsignaal gegeven vorige week dat dit zou gebeuren. En we zien dat er dan toch weinig aan werd gedaan. Dus dat zijn beheersbare aantallen, denk ik. Maar we zien dus dat die momenteel niet worden beheerst. Kan ik jullie? Yes, okay, you can go. De federale regering nam recent nieuwe maatregelen. Meer opvang, maar ook mensen sneller laten uitstromen. De regering hoopt dat die maatregelen nu snel allemaal in voege zullen zijn. De situatie is inderdaad kritiek en daarom heeft de regering onlangs een pakket aan maatregelen beslist waar noodopvangcapaciteit in vervat zit. Een noodopvangcentrum op een site van Defensie in Berlaar zal begin augustus openen. Maakt u zich sterk dat die zaken al voldoende zullen zijn om iedereen een opvangplaats te kunnen aanbieden of is er meer nodig? Dat is de bedoeling. Dus het is een heel pakket aan maatregelen, zoals ik zei, gericht op instroom, uitstroom en extra opvangcapaciteit, om ervoor te zorgen dat we de situatie kunnen oplossen. Ja, en Anne van Rentergem staat voor ons aan het klein kasteeltje. Ja, Anne, ik begrijp uit je reportage dat niet iedereen een opvangplaats heeft gekregen, nog een afspraak. Ja, kan jij nog eens concreet samenvatten? Hoe komt dat nu en wat kunnen we eraan doen? Wel, het gaat eigenlijk om veel te veel mensen tegelijk die hier een asielaanvraag willen doen. En men kan dat gewoon niet aan. Er is te weinig opvang. De poort is hier vanmorgen maar een half uurtje open geweest eigenlijk. En de mensen die niet de kans hebben gekregen om binnen te geraken, ja, die rest niets anders dan te wachten en het morgenochtend opnieuw te proberen. Nu, wie zijn de mensen die hier wel opvang hebben gekregen? Niet begeleide minderjarigen en families. Sommige families moeten hier straks wel even terugkomen voor een afspraak. Maar FED Asiel maakt zich wel sterk dat zij allemaal vandaag opvang zullen krijgen. Wie zijn dan de mensen die niet binnen geraken, die geen opvang krijgen vandaag en ook geen afspraak? Dat gaat volgens de laatste cijfers over 160 alleenstaande mannen. Hen rest eigenlijk niks anders dan te wachten. Hier in de straat rondom mij zitten de mensen her en der verspreid op de stoep te wachten eigenlijk. Je merkt ook dat de buurt wel wat klaagt van overlast. Een buurtbewoner sprak me ook daarnet aan. Zij zei dat ze hier al jaren woonden en dat het de voorbije 3 weken toch echt opvallend is dat hier heel veel mensen nu zitten te wachten. En ze weten eigenlijk niet goed wat er nu aan gaat gebeuren. Nu, staatssecretaris Di Moor maakt zich dus sterk dat ons land met al de maatregelen die genomen zijn binnenkort wel iedereen opvang zal kunnen geven, maar of die belofte ook realiteit zal worden, dat is afwachten. Oké, dankjewel Anne van Rentergem voor je duiding hierbij. Ja, en slachtoffers van mensenhandel, die kunnen vanaf vandaag terecht bij 1 centraal meldpunt op de website stopmensenhandel.be. Daar kunnen ze in contact komen met 1 van de 3 hulpcentra in ons land, in Brussel, Antwerpen of Luik. Maar ook andere mensen kunnen zo verdachte zaken melden. Exacte cijfers zijn er niet, maar naar schatting zijn 23.000 mensen in ons land slachtoffer van mensenhandel.
absoluut nood aan. Dat is iets wat die centra al heel lange tijd vragen. Ja, waarom is dat nodig? Omdat slachtoffers vaak niet durven naar de politie te stappen. Of omdat ze het bestaan van die centra niet kennen. Vandaar dat je ziet dat er heel weinig meldingen zijn per jaar in ons land van slachtoffers van mensenhandel. Terwijl dat cijfers zeggen dat er wel veel slachtoffers zijn. En zo'n meldpunt kan op een laagdrempelige manier gaan werken. Oké, Gentse feesten. Dank u wel. See you next year. Slaap wel. Of goeiemorgen. Enchanté. Na 10 dagen is vanmorgen het doek gevallen over de Gentse feesten. Het was de eerste editie van het festival na de afgelopen coronajaren. En traditiegetrouw werden de glazen vanmorgen nog eens gehesen op de Vlasmarkt. En iedereen was het eens. Het was een goede editie. Boven Gent rijst de zon. De meeste straten zijn al vroeg schoongeveegd na een laatste wilde nacht. Podia worden afgebroken en lege biervaten die worden weggereden. De feestvierders die nog in de straten rondhangen, die zijn op weg naar huis. Gisteren was het niet zo wijs, omdat het keiveel volk was en niet zo tof volk. Maar vanavond was het echt een oldschool Gentsfeesten. Allemaal Gents volk, allemaal op de Vlasmarkt, allemaal hoe zat, vrij wijs. En terwijl alle pleinen leeggelopen zijn, biedt één plein met onverzettelijke Gentenaren koppig weerstand. Het is 9:40 's morgens, dit is de Vlasmarkt. De Vlasmarkt afsluiter. Tot 10:00, het is gedaan. Het is wel anders dan de vorige 3 jaar geleden. Ja, inderdaad. Het is zo weer wennen, hè? Zo al die mensen, maar ik vind het wel zalig. Ik heb wel Gentse feesten gemist door corona. Ja. Echt, door corona heb ik het echt gemist. Of echt, Nu is dat zo extra speciaal. 9:40 intussen en de cafés doen hier nog de laatste gouden zaken. We zijn aan het aftellen, de laatste minuutjes, de laatste bestellingen. Dus ik ga nog snel even wat mensen een laatste drankje geven. Als de klok 10:00 slaat, klinkt Mia van Luc de Vos nog een laatste keer over het plein. Dat is meteen het signaal voor de veeg- en poetsploegen om ook de Vlasmarkt schoon te vegen. Dit jaar was een editie van de feesten met opvallend minder afval dan andere jaren. Dit jaar waren de Gentse feesten een van de meest duurzame Gentse feesten. Er was een derde minder afval per bezoeker, dus dat is bijzonder goed dat we op die manier ook de feesten kunnen verder zetten. En daarmee verdwijnen ook de laatste sporen van de 1,7 miljoen bezoekers van deze Gentse feesten. Ja, het aftellen kan weer beginnen. 1 september. Het is nog ver af. Toch zijn hier en daar scholen open voor de zogenoemde zomerscholen. Op initiatief van de gemeente kan een beperkte groep kinderen die er baat bij hebben een extra opfrissing krijgen. Het systeem bestaat al enkele jaren voor lagere schoolkinderen, maar het kan nu voor het eerst ook voor kinderen uit de derde kleuterklas. En in Hemiksem hebben ze daar intussen positieve ervaringen mee. Wat vind je leuk aan de zomerschool? Wat vind je leuk hier aan de klas? Die trommels en zo. Dat we er straks met de muziekinstrumenten hebben gespeeld. De kinderen maken meer dan muziek. Ze hebben een leerprogramma van rekenen en taal op kleutermaat. Een ideale voorbereiding op het eerste leerjaar straks. Rond onze cirkel. Komen terug. Dat heeft absoluut zin. We merken wel dat corona toch wel heel wat voor onze kinderen heeft betekend. Niet alleen qua achterstand, maar ook qua sociale vaardigheden. Die 2 weken dat wij hier werken aan taal en wiskunde, maar ook aan sport en spel, maakt het toch wel dat die achterstand of die herhaling zijn nut heeft bewezen. De kinderen zijn geselecteerd op basis van de evaluaties van afgelopen schooljaar. Kinderen met een leerachterstand, een anderstalige achtergrond of uit een kwetsbaar gezin. Het is onze toekomst en daar moeten we heel hard aan werken. Sommige kinderen hebben het ook niet altijd even gemakkelijk in de vakantie, omdat ze dan thuis het moeilijk hebben of zo. En omdat sommige kinderen een achterstand hebben, en is het wel leuk om op deze manier, op een speelse manier, toch nog eventjes samen te kunnen werken. Wat ga je hier moeten tekenen? Een driehoekje. Goed zo. Wat moet je hier nog doen? Streepjes. Streepjes, heel goed. De deelname is vrijwillig, maar aan de ouders wordt wel het engagement gevraagd hun kinderen de volle 2 weken naar school te brengen. En ook de juffen werken vrijwillig. Niet voor die kleine extra vergoeding, maar uit overtuiging dat de zomerschool een goede zaak is. Het is hier altijd wel fijn. Je kan anders werken met de kinderen.
Het wordt op een speelse manier nog meer gedaan. En die kinderen, vakantie die duurt zo lang. En die hebben dan nog eens nodig van 2 weken hier te zijn bij ons. En wij hebben dat zelf ook nodig. Ik persoonlijk toch. Opnieuw is een Thalys hoge snelheidstrein met een defect stilgevallen tussen Parijs en Brussel-Zuid. En dat voor de 2e keer in amper een week tijd. En omdat ook de airco uitviel, werd het snikheet in de trein. Er was wel water, maar pas na ruim 2 uur konden de reizigers ook buiten een frisse neus halen. 5 uur na de start van de pannen was er een vervangtrein. Na een leuk tripje Disneyland spoor je vanuit Parijs via Brussel naar Amsterdam. Maar al na 3 kwartier staat de trein weer stil. De Nederlander Mick Hummel was erbij. Het werd heel warm. De airco ging natuurlijk meteen uit zodra die trein stil stond. Even geduld alsjeblieft. We gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Een technisch probleem. En daarna heel lang eigenlijk niks. Bij het vorige incident 5 dagen geleden bleven de deuren potdicht en trachten mensen raampjes in te slaan. Nu was er water, mochten de deuren open en konden reizigers met een noodtrapje uiteindelijk uitstappen. Maar dat duurde wel zijn tijd. Na 1,5 uur hitte of zo zijn toch die deuren opengegaan. Omdat toen volgens mij ook echt mensen onwel begonnen te worden. En na 2 uur kwamen die noodtrappen daarbij en mochten ook echt naar buiten om wat frisse lucht te krijgen. Na 5 uur was er een vervangtrein. Thalys belooft compensatie, eventueel een voucher voor een volgende reis. Maar onderhand vragen velen zich af hoe bedrijfszeker de Thalys is bij heet weer. Ik denk als er met die compensatie, als dat in de vorm van Thalys vouchers gaat zijn, dan maak ik daar wel gebruik van, maar dan in een wat koelere periode van het jaar. Het is een belangrijke dag in Tunesië, want daar stemmen de inwoners in een referendum over een nieuwe grondwet. Die moet huidig president Saïd nog meer macht geven. Maar de oppositie boycott het referendum en beschuldigt de president van een staatsgreep. Tunesië verkeert al jaren in een politieke en economische crisis en die lijkt steeds groter te worden. Deze inwoners van de hoofdstad Tunis willen hun stem uitbrengen in het referendum over een nieuwe grondwet. Dat moet president Saïd meer macht geven. Exact 1 jaar geleden riep hij de noodtoestand uit. Hij ontsloeg de regering en ontbond het parlement. Met een nieuwe grondwet wil de president naar eigen zeggen de onrust stoppen. Hij kan op eigen houtje wetten doorvoeren en de premier benoemen. Maar lang niet iedereen steunt de nieuwe grondwet van Tunesië. De voorbije dagen kwam de oppositie hiertegen op straat. Ze boycotten het referendum en beticht de president van een staatsgreep. Ruim 10 jaar geleden leek Tunesië nog het succesverhaal van de Arabische lente. Toen werd het land een democratie. Maar de voorbije jaren zakte het weg in steeds meer chaos. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat de toestand van de mensenrechten weer zal verslechteren als de nieuwe grondwet wordt goedgekeurd. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, heeft het militaire regime voor het eerst in meer dan 30 jaar opnieuw executies laten uitvoeren. 4 mannen werden opgehangen omdat ze geholpen zouden hebben bij terroristische activiteiten. Een van hen was een voormalig parlementslid van de partij van de vroegere regeringsleider Aung San Suu Kyi. Zij werd begin vorig jaar afgezet door het leger dat sindsdien weer alle macht in handen heeft. Zowel de Verenigde Naties als verschillende westerse landen en mensenrechtenorganisaties veroordelen de executies. Dag Aster, jij begint gelukkig met heel fijn nieuws. Met atletiek en met een nieuw succes voor de Belgen. Ja, een nieuw succes vanwege de Belgische Tornado's. Hanne, net als op het vorige WK in Doha 3 jaar geleden, heeft de estafetteploeg op de 4x400 meter brons gepakt. Dylan Borlée, Julien Matrij en Alexander Doom effenden het pad. En Kevin Borlée maakte het af. Het goud was voor de VS, het zilver voor Jamaica en het brons dus voor ons land. Het is al de 3e medaille op dit WK. Borlée,
Dylan Borlée is de startloper van de Belgian Tornadoes. Zij maakt indruk tijdens de reeksen. Vanuit de goede baan 5 doet Dylan wat van hem verwacht wordt. En dan geeft hij de stok door aan Julien Watrin, die vecht voor de vierde plaats. Kunnen ze nog dichter komen? En een goede wissel. En nu, Alexander Doom. Kan hij stand houden op plaats 4. Doom loopt een sterke race en schuift zelfs een plaatje op. Een medaille is binnen handbereik. Alexander Doom uit Roeselare. Fantastische, fantastische 400 meter. En dan Kevin Borlée als slotloper. Kevin op zijn sterkst als laatste loper van het kwartet. Met een pak ervaring maakt hij jacht op de tweede plaats. In Kevin we trust. Kevin Borlée, hier komt hij weer. Een fantastische eindsprint, maar het gaat brons zijn. Brons voor de Tornado's. Amerika wereldkampioen, Jamaica tweede. En dan Kevin Borlée in een schitterende tijd ook. Voor de Tornado's is het de tweede bronzen WK-medaille outdoor. Ik denk het niveau ligt zo hoog dat dat echt wel sowieso hoog aangeschreven staat, die medaille. Dus ik denk als we kijken, Amerika is een beetje out of the league. Jamaica en dan wij zijn echt wel de man die kunnen eronder meedoen. Dus super tevreden met die bronzen plak. Ook de Cheetahs staan in de finale van de 4x400 meter. De Verenigde Staten pakken het goud. De Cheetahs behalen een knappe zesde plaats op dit WK. Op het EK in München in augustus zit er zelfs meer in. Zesde op wereldniveau is niet slecht, hè? Ja, dat is zeker niet slecht. Het is altijd, we willen altijd meer. Daarmee dat we ook al direct aan München denken, waar we echt wel kunnen vechten voor dat podium, denk ik. Het WK kwam vannacht nog een Belg in actie. Polstokspringer Ben Broeders, die een outsider was voor de medailles, ontgoochelde in de finale. Bij zijn derde poging geraakte hij over 5,55 meter. Daarna lukt het over 5,70 meter bij zijn eerste poging. Maar daar blijft het bij. De 27-jarige Broeders wordt zo pas 11e. Hij had ongetwijfeld hoger gemikt. Het goud gaat naar de Zweed Mondo Duplantis met een sprong over 6,06 meter. Maar daar neemt hij geen vrede mee. Duplantis wil zijn eigen wereldrecord verbeteren en laat de lat op 6,21 meter leggen. Bij zijn tweede poging is het raak. De nog maar 22-jarige Zweed is duidelijk heel blij met dit nieuwe wereldrecord. En op de 100 meter horde gaat de wereldtitel naar Toby Amuzen. De Nigeriaanse verpulverde het wereldrecord al in de halve finales. En in de finale gaat ze nog sneller. 12.06 wordt het deze keer, maar er is te veel rugwind. Dus het is geen nieuw wereldrecord voor de 25-jarige Amuzen. Maar daar zal ze ongetwijfeld niet wakker van liggen. In het voetbal was er dit weekend de eerste speeldag in onze competitie. En Anderlecht kon gisteravond zijn eerste wedstrijd ook winnen. Thuis tegen KVO Stende. Helemaal overtuigen deed Paarswit onder leiding van Felice Mazzu nog niet. Maar nieuwkomer Fabio Silva was wel meteen op de afspraak. Hij legde na de rust de 2-0 eindstand vast. Nieuw seizoen, nieuwe bank voor Felice Mazzu. Zijn eerste opdracht begint niet flitsend. Hoekschop voor de rust. Trebel trapt niet, maar zoekt Achimero. En die legt de bal dan wel goed binnen. 1-0 voor Anderlecht net voor de rust. Doelman Hubert is kansloos. De buit is nog niet binnen voor Paarswit. Goeie bal van Ambrose, maar dan vliegt de bal in het zijnet. Geen gelijkmaker voor KVO. Mazzu grijpt in en vervangt de ene nieuwe spits door de andere. Esposito out, Silva in. En die zorgt meteen voor gevaar. Het is een goede voorzet van de Portugees, maar Ramon mist. Onbegrijpelijk, hij raakt de bal niet goed. Maar Silva moet niet al te boos zijn, want even later mist hij zelf ook een gigantische kans. Slecht afwerken dit van de nieuwkomer. Hij rouwt niet lang en gaat een minuut later al op wandel door de kustdefensie. Dit keer werkt hij het wel prima af. 2-0. Eerste zege voor Paarswit en wat een debuut voor Silva. It's important to start well. New coach, new strategies, new players. And it's important to start well, to start to build some things. And it's important to start winning. And I'm very happy to help the team. Het slotakkoord van de openingsspeeldag kwam gisteren van promovendus Westerlo en Cercle Brugge. Westerlo won met 2-0. En in de Tour de France FAM zijn de rensters zo net vertrokken voor de tweede rit. Ze rijden naar Meaux naar Provins. Het is een rit voor de sprinters, net als gisteren dus. De rit van 136 kilometer is zo goed als helemaal vlak. De laatste 500 meter voor de finish lopen wel lichtjes op. Voor de start kwam Tadej Pogacar nog even zijn vriendin aanmoedigen, Urška Zigard. Geen sprintster.
Vandaag is het eerder een kans voor bijvoorbeeld Lotte Kopecky of Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, en ook de gele trui. Maar het peloton zal ook moeten opletten voor de wind, want die staat goed voor waaiers en dus spektakel. De sprintersploegen zijn op hun hoede. Er zijn wel punten dat het zeker waaiers kunnen zijn. Maar het is nog even afwachten hoe de wind precies gaat staan. We weten wel ongeveer, maar het is altijd op de weg iets anders. Maar er is zeker wel kans om met een kleine groepje aan te komen. Yes, the wind is going to be an important part in this stage. So we know that positioning is important and we will try to ride in the front of the bunch. Ik hoop natuurlijk een waaierkoers. Ja, dus staat... Jij zou wel brokken kunnen maken, denk ik. Hè? Dat peloton even te inschuren op je eentje misschien bijna. Nou, niet op mijn eentje. Maar nee, ja, ik hou van wind en ik hou van zware wedstrijden natuurlijk. Daar moet ik het van hebben. Dus dat hoop ik zeker. En ik hoop dat we dan met een groot aantal van onze ploegen in de finale komen. En ik hoop dat het peloton wel klein is, maar dat wij er met veel zitten. Het zal op zich heel veel wind, dus de wind gaat alleen maar toenemen, dus dat kan wel leuk worden. Wat is jullie plan of hoe hebben jullie dat voorbereid? Attent zijn we in het begin. We hebben uiteindelijk tot kilometer, 60 kilometer, waar dat echt vol zijwind is. Dus proberen om een ploeg te vinden waar we een beetje kunnen mee samenwerken om het ooit te proberen. Ja. Rit is uiteraard bij ons te volgen deze namiddag. Ja, leuk. Het blijft voortduren. Dankjewel, Aster. En wij begonnen dit journaal in Brussel en het klein kasteeltje waar vanochtend, na het verlengde weekend, 300 mensen stonden aan te schuiven om zich te melden als asielzoeker. Maar voor meer dan de helft bleef de deur opnieuw dicht en ze kregen ook geen afspraak. Zo, bedankt voor het kijken. Heel fijne namiddag en graag tot vanavond. En you came in here, here is no place for dream, for sleeping and also no hospital. No nothing for eating. We hebben al een noodsignaal gegeven vorige week dat dit zou gebeuren. En we zien dat er dan toch weinig aan werd gedaan. De poort is hier vanmorgen maar een half uurtje open geweest eigenlijk. En de mensen die niet de kans hebben gekregen om binnen te geraken, ja, die rest niets anders dan te wachten en het morgenochtend opnieuw te proberen. De situatie is inderdaad kritiek en daarom heeft de regering onlangs een pakket aan maatregelen beslist. Zoals ik zei, gericht op instroom, uitstroom en extra opvangcapaciteit om ervoor te zorgen dat we de situatie kunnen oplossen.